Hallo beste vrienden, dat de Heilige Geest, de Geest van de Almachtige God, over in ieder van jullie komen nu op dit moment, zodat Hij jullie kan geven het begrip, het verstand van Zijn heilige en glorieuze Woord zodat door middel van dit begrip van de Heilige Geest jullie jullie levens kunnen leiden volgens Gods wil en kunnen genieten van de voordelen die de Allerhoogste God gegeven heeft aan een ieder van ons, dat de gehele natuur is. God wil dat u zijn glorie op deze aarde zal zijn. Dat is Gods grootste verlangen. U die een moeder of een vader bent, jullie kinderen hebt. Wat is uw grootste wil voor uw kinderen? Wat is het? Ah, bisschop, ik wil dat mijn zoon of dochter goed getrouwd is. Condities zal hebben om een comfortabel leven te hebben, een gezond leven. Dat hij een gezond persoon zal zijn met levenskracht. Dus u, ik, wij, mensen, willen het beste voor onze kinderen. Het beste. Min of meer is niet goed genoeg. Goed is ook niet goed genoeg. Het beste. Het moet het beste zijn, toch? Goed. Dat is wat God voor de gehele mensheid wil. En het is Gods verlangen, Gods wil zo sterk dat wij het beste zullen hebben van deze aarde, dat het geschreven staat. Zult het beste eten van de aarde. God belooft dat wij zullen eten van het beste van de aarde, maar. Wanneer de zoon of dochter opstandig is, wat kunt u, vader of moeder, doen om die situatie te veranderen? Als uw zoon of dochter betrokken is met drugs, slechte gezelschappen, opstandig is, kortom, een heel moeilijk persoon is om mee om te gaan, een moeilijk persoon om mee samen te leven, wat kunt u dan doen? Wat zult u doen? Zeg het. U zult zeggen, niks, bischop. Niks, bischop. Ik zou graag iets willen doen, maar ik kan niets doen. Want ik ben met handen en voeten gebonden. En dat is precies wat God voelt. Dat is precies wat hij voelt ten opzichte van het chaotische beeld dat gaande is in de wereld. Hij voelt zich gebonden met handen en voeten. Waarom? Omdat hij vanwege zijn gerechtigheid, de gerechtigheid die hij heeft, hij kan niet zijn gerechtigheid breken en verplichten of opleggen het menselijk schepsel om hem te gehoorzamen. Nog wij kunnen wij hetzelfde doen met onze kinderen, toch? U geeft alles aan uw kind. En wanneer u het minst verwacht, is hij een leven dat ongeorganiseerd, chaotisch is aan het lijden. En u zegt, wat heb ik gedaan? Wat was mijn fout? Weet wat uw fout was? Dat u alles heeft gegeven wat hij wilde en niet wat hij nodig had. Dat is de waarheid. Toch? God geeft ons wat wij nodig hebben. Niet wat wij willen. Want als wij verzadigd zouden worden in onze verlangens, dan zouden wij ons onderdompelen in de hel. Vanwege de ijdelheid, vanwege het begeren, vanwege de nutteloosheid die deze wereld ons biedt. God wil het beste voor u en voor mij, beste vriend en vriendin. En ik ben aan het spreken door de Heilige Geest. Hij wil het beste voor jullie. Maar Hij zal zich niet onderwerpen aan onze verlangens. Hij is God, Hij is de Vader, Hij is de schepper. Hij is degene die voortbrengt. Hij is de Heer en Hij is God. En wij dienen ons te onderwerpen aan zijn wil. Maar wat is Gods wil voor mijn leven, bischop? Lees de Bijbel en u zult zien wat zijn wil is voor uw leven. Wij hebben gesproken deze dagen. Over het verhaal, het waargebeurde verhaal. Dat alleen één persoon zou hebben kunnen verteld. Deze gebeurtenis niemand anders geen schrijver geen auteur zou condities kunnen hebben om te kunnen vertellen wat er gebeurde daar in Babylonie onder het bewind van koning Nessar, toen de Joden verbannen werden naar Babylonie Dus er was de rijke van wie zijn naam niet genoemd wordt omdat God hem niet wilde eren. Degene die mij eren, zal ik eren. Degene die mij verachten, zullen ook veracht worden. God wilde die man niet eren of zelfs noemen. Dus hij noemde hem slechts de rijke. Niets anders. Maar de arme, Lazarus, die behield in zichzelf het geloof, de hoop van op een dag te kunnen zijn met de God van zijn vader Abraham. Hij werd gered. En de Rijken, die geen gehoor gaf aan het woord van God, hoewel hij het kende, hij behield de Sabbat, maar gedurende de week deed hij van alles en nog wat. Hij was een zondig man, van de top van zijn hoofd tot de bodem van de zol van zijn voet, vanwege zijn rijkdom. Vanwege zijn overdadigheid. Omdat hij het woord van God verachtte. Hij rekende niet op de God van zijn vader. Van zijn voorvaders. Dus toen hij stierf, ging hij naar de hel. En het is indrukwekkend. Ik was zojuist aan het overpeinzen. Het is indrukwekkend hoe dit Bijbels verhaal van het verhaal. Van de rijke man in Lazarus. Het is heel vergelijkelijk. Want alleen de Heer Jezus zou dit verhaal hebben kunnen vertellen. Want hij was voordat alles begon. Hij is voordat alles begon. Hij zag het leed van de rijken en hij zag de vreugde van Lazarus. In de schoot van Abraham. Hij zag dat. Hij was erbij. En toen hij naar de wereld kwam, vertelde hij ons wat hij heeft gezien. En het is natuurlijk dat. Wie gelooft, amen. Wie niet gelooft, helaas. Er zal niets kunnen veranderen. Maar dat is wat er gebeurt. Wanneer u sterft, wanneer ik sterf, wanneer wij sterven. Eén van de twee: of onze ziel gaat direct naar God. Of onze ziel gaat direct naar de hel. Er is geen andere optie. Er bestaat geen andere optie. Het staat hier geschreven met duidelijkheid. Stierf de arme Lazarus. En hij werd door de engelen gedragen. De engelen kwamen zijn ziel halen. De engelen kwamen zijn ziel ophalen. Maar de rijken niet. Toen hij stierf. Zegt het? Dat in de ogen en in, in de hel. Dus hij ging meteen naar de hel. Hij werd door de demonen geleid naar de hel. Die demonen, waarvan u ziet dat ze manifesteren in de universele kerk. Zij kwamen de ziel van de rijken halen en hem leiden naar de hel. Dus alleen Jezus zou hebben kunnen vertellen, onderwijzen, praten over de twee bestemmingen. De hemel of de hel. En wie het recht heeft om te kiezen, zijn wij. Wij zijn degene die beslissen. De hemel of de hel. U beslist uiteindelijke bestemming van uw ziel, want het zal voor eeuwig leven. Als je zegt, ik geloof het niet. Goed, maar wanneer u sterft, dan, mijn vrienden en vriendinnen, zult u zien met uw eigen ogen wat er gebeurt. Maar waarom wachten om te sterven, om een beslissing te nemen? Op dit moment. En hetgeen wat eeuwig is te redden, te behouden. En dat uw ziel is. Want uw lichaam kan helemaal mooi zijn kan vol met make-up zijn. kan er zelfs prachtig uitzien. Maar uw ziel, vriend en vriendin, is eeuwig. Uw lichaam zal afsterven, afbrokkelen. Ons lichaam zal verouderen. En er komt een punt: dat wij helemaal overgeven zijn. Net als een verouderde vrucht. Goed, de Heilige Schrift. Die u dient te lezen en te herlezen, overpeinzen, af te vragen, streven om er meer over te weten en aan de Heilige Geest te vragen. Hij gaat u antwoord geven, hij gaat u begeleiding geven, hij gaat u tonen of u die persoon bent die Hij gekozen heeft, omdat Hij weet dat u oprecht bent. En als Hij weet dat u oprecht bent, dat u de gelegenheid. En de kans hebt, u zult het aangrepen om zijn Zoon Jezus te accepteren als uw Heer en Verlosser. Dan zal Hij uw gedachten verhelderen. Als u niks geeft om hetgeen wat geschreven bent. Als u vol bent met wat u vindt. U leeft een ellendig leven. Maar u zit vol van, ik vind dit, ik vind dat, ik vind zus, ik vind zo. U kunt vinden wat u wilt. Maar als u niet gelooft, mijn vriend en vrienden, de hel... Is de uiteindelijke bestemming van uw ziel. Helaas. En u die wel gelooft, u heeft al in uw binnenste de vreugde, de blijdschap die God u geeft. En dat is de zekerheid van de behoudenis van uw ziel. God zegent u. En tot morgen in de naam van de Heer Jezus. Amen.